Ja, die drie keer die penalty. Je wees naar rechts, je dook naar links. Was het een psychologisch spelletje? Ja, nou ja. De vraag krijg je net ook al. Ja, ik heb geen idee. De eerste wedstrijd schoot ik rechts. Ik deed net alsof ik die kant op ging. Ik ga die andere kant op en hij schiet hem goed binnen. Dus makkelijk pakken. Dat was hem. Was op een belangrijk moment, hè? Ja, nee, we stonden 1-0 voor en we stonden wel iets onder druk, omdat we zelf de pan in de ploeg gewoon houden. Daarom stonden we iets onder druk en zonder echt grote kansen weg te geven. Ja, en als je 1-0 achter staat of 1-0 voor staat en ze krijgen een strafschop en gaat er niet in, dan is het altijd een belangrijk momentje. Ja, wat vond je van die wedstrijd vandaag? Er zat veel sfeer in, hè? Ja, nee, maar dat weet je van tevoren bij dit soort wedstrijden, heel beladen en heel sfeervol. Maar ik vond ook dat we op de eerste 10 minuten na gewoon een half uur lang in de eerste helft echt prima gevoetbald hebben. Zonder echt grote kansen te creëren. Wel een mooie goal maken en op een heel belangrijk moment ook. Dus deze wedstrijd is eigenlijk beslist op een paar hele belangrijke momenten. Gelukkig in ons voordeel. Ja, was ook echt afgesproken vandaag, beter fel beginnen dan goed voetballen? Dat was in ieder geval wel de hele week op getraind. Omdat we weten dat Go Eagles wil 1-op-1 gaan spelen en wil gauw druk gaan zetten. En daar is Camoelo is daar heel erg belangrijk in. Dat is een rustpunt in ons elftal waar je de bal in kan spelen. Het klinkt misschien heel raar, ook vaak gewoon naar de goede kleur speelt. Als dat gebeurt, dan kun je op dat moment gewoon verder voetballen. Dat kon je ook wel zien de eerste half uur. Ik vond dat we wel een lichtelijk veldoverwicht hadden en wat makkelijker voetballen. Nu wat meer achter de bal aanliepen. Zonder dat er eigenlijk aan beide kanten hele grote kansen waren. Dat zeg ik ook. Die goal viel op een geweldig belangrijk moment voor ons. Ja, je stond een tijd lang op plek 8 met geen overwinning. Geen enkele club ging over jullie heen. Nu hebben we een beetje voorsprong opgebouwd. Ja, nu iedereen onder ons weer begint te winnen en iedereen richting naar elkaar toe kruipt. Hebben wij gelukkig vandaag eindelijk weer eens gewonnen. Wat ik net ook al zei, deze wedstrijd was eigenlijk op drie fronten heel erg belangrijk. Eén, omdat we daar een keer verloren hadden natuurlijk met 4-1. Iets recht te zetten hadden richting de supporters en ook richting onszelf trouwens. Hoor, want we hadden daar niks in te brengen. En het tweede was, als we wonnen, dan zouden we Go Ahead Eagles van ons afschudden. Dan hoefden we niet meer naar onder te kijken. En het derde was dat we rustig naar de halve finale kunnen werken. Ook plek 8 wat steviger in handen hebben.